Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl slash groeivoer. En je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl slash groeivoer. Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag? Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast. Mijn naam is Gerard de Velde en samen met mijn team bij Groeivoer help ik ondernemers groeien. In deze aflevering van de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met Tibor Olgers. Tibor is een uh, ja, behoorlijk bekende business coach en hij is van de Straight Line Business School. Dat zijn mijn woorden, maar uh, wat ik ermee bedoel is... ...Tibor zegt waar het op staat. En uh, ja, we hebben een uh, gesprek over angst, kwetsbaarheid... ...gebrek aan deep thinking, we bespreken zijn reis als ondernemer... ...hoe je een strategie uitzet, hoe je bullshit onderscheidt... ...van echte waarden in de coachingsindustrie. En uh, we hebben het over zijn passie schaken. Wat kun je daarvan leren? En uh, nou, er komt nog veel meer aan bod in dit gesprek met uh, Tibor... Ik hoop dat je er heel veel uh, inspiratie uit haalt, want dat is ook precies het doel van deze groeivoer podcast voor ondernemers. Om jou uh, als ondernemer te helpen bij je persoonlijke groei. Dus heel veel luisterplezier met dit gesprek met Tibor Hogers. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil... gaan even jouw audio uh, checken. Ja. Check check check. Ja. We gaan het vandaag hebben over de zin van het leven. Zin van het leven. Nou laten we met een licht onderwerp beginnen. Tibor Olgers van harte welkom bij uh, de Groeivoer podcast. Dankjewel. Wat is de zin van het leven? De zin van het leven. Nou dan moet je eerst beginnen met wat is het doel van het leven? Het doel van het leven daar kan je een heel ingewikkeld verhaal van maken, maar dat is uh, leven. Het doel van het leven is uh, zoveel mogelijk leven. En uh, ja, er zijn heel veel mensen die uh, sterven zonder dat ze voluit hebben geleefd. Nou, is zonder. Dus, het doel van het leven is leven. En dan, wat geeft het leven zin? Lastige shit die je zelf hebt gekozen. Dus, dat zijn de twee voorwaarden. Wow. Lastige shit die je zelf hebt gekozen. Dit was in uh, één minuut. Maar er zit natuurlijk een heel levensvaal achter. Want, uh, Tibor Olgers, uh, voor wie je hem niet kent, hoe uh, zou je jezelf uh, introduceren? Ja, voor die. Voor die. Voor op mijn moeder echt... en met drie volgers. Na, inderdaad, zijn er toch wel een boel mensen die, die mij niet kennen. Uh, mensen betalen mij geld zodat ze gaan doen waarvan ze al wisten dat ze het moesten doen. Aha. Alleen ze deden het nog niet. Als je me in een hokje duwt. Ik ben eigenaar van tibo.nl, wat inmiddels uh, een groep van uh, mentoren, investeerders en coaches is. En wij helpen bedrijven groeien. Dat doen er zoveel. Wat, uh, wat wij anders doen, is dat we mijn persoonlijke ervaring bij uh, Speciale politieeenheid, gecombineerd met nog een aantal andere jongens die nog veel meer ervaring hebben dan ik. De principes van die speciale eenheden, die, uh, die manier van communiceren, die manier van werken, die manier van voorbereiden, die manier van met elkaar omgaan, die combineren we met de strategieën van uh, de jonge start-ups. Want die doen echt wat anders als je kijkt naar de laatste vijf jaar, naar leuke bedrijven, zoals mm. bijvoorbeeld Swapfiets om, om, uh, ja. of Bloemon. Die doen echt wat anders in hun strategie dan, uh, dan in de managementboeken van uh, veertig van jaar geleden. En die twee werelden die brengen we samen. En dat doen we het liefst in, uh, in retreatvorm. Wij noemen dat operaties. Om natuurlijk in het merk te blijven. Waarbij we ondernemers samenbrengen, telefoons uh, inleveren. En uh, in tussen de drie en de vijf dagen dompelen we ze onder in, uh, in die twee werelden. Wauw, ja. super vet. Ja, heel erg vet. Ja. En hoe is dat, hoe is dat uh, ontwikkeld? Want jij hebt zelf ook heel wat uh, goeroes uh, bezocht. Je, je leert mensen nu dingen, maar je hebt zelf ook uh, teachers gehad. Ja. Ik zie een hele mooie muur uh, daar zo met uh, allerlei um, famous people, laten we zeggen. In ieder geval iedereen die in de personal development zit, die kent Tony Robbins, die kent Gary Vee, uh, noem ze maar op. Ja. Uh, wat, wat heb je met uh, dat soort mensen? Um, nou, dat, dat verschilt per, per guru, hoeveel ik, uh, hoeveel ik met ze heb. Ik heb sowieso wat met mensen die, uh, die uh, buitengewone dingen voor elkaar krijgen. Hmm. Dus dat kan een Olympische... Sporter zijn, topsporter zijn, maar ook zo'n force of nature als Tony Robbins, wat je, wat je ook van hem vindt, wat hem lukt en wat hij doet en de impact die hij maakt, maar ook zakelijk gezien, wat hij, wat hij omzet. Uh, ja, dat is fenomenaal. En dat vind ik gewoon heel interessant. Wat, zijn, uh, wat doen nou die mensen die. Uh, en dan helemaal als het ondernemen zijn die dus en. Een fantastische onderneming neerzetten, maar dan ondertussen ook een, een, een goed tof huwelijk hebben, een gezond lijf hebben, uh, genieten van, uh, van hun dagen. Mm. Vooral in die mensen ben ik ontzettend geïnteresseerd. Ja. Heb jij enig idee wat uh, iemand als Tony Robbins hè, Want je zegt van hij heeft een heel imperium opgebouwd, weet ja. jij niet letterlijk, maar ik weet dat hij uh, enorm veel geld heeft uh, ja. uh, en nog steeds doorgaat. Heb jij een idee waarom hij nog steeds doet wat hij doet? Wat zou wat zo'n zo gast? Ja, uh, en en dan, ga ik, houden. dan ga ik af op wat hij uh, zelf zegt. Mm -hmm. Dus laten we dan ervan uitgaan dat dat de waarheid is. Mm. En dat uh, ja, voor, voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Ik denk, en dat, ja, ik wil het graag geloven dat hij dat doet vanwege het grotere geheel dat hij nu ziet. Uh, net, als, net als Bill Gates, die mm -hmm. ook heeft gezegd: al die miljoenen van uh, hoe kan ik nou zoveel mogelijk geld verdienen met Microsoft, zodat ik zoveel mogelijk geld kan weggeven om, uh, om de wereld een stukje beter te maken. En, uh, Geloof je dat? Ja, bij... Want je zegt er ook bij uh, afgaande op wat ze er zelf over zeggen. Dus dat is natuurlijk altijd maar... Yeah. Nou, bij deze twee voorbeelden geloof ik dat 100%. Ja, of wil ik het in ieder geval geloven. En uh, dit is ook eigenlijk wel een stuk van mijn boodschap. Er zijn nog steeds heel veel mensen die uh, allerlei oordelen of definities toevoegen aan geld. Want geld is niks meer dan wat het is. Mm. Namelijk een, een meeteenheid. En er zijn ook heel veel mensen die toch uh, ja, met, een, met een schuin oog naar rijkdom kijken... of mensen die heel mm -hmm. veel rijkdom hebben vergaat. Terwijl juist als je de wereld beter wil maken... ja, je kan vrijwilliger worden. Dus dan kan je eentje je hele leven kan je best wel een impact maken. Um, zou je les kunnen geven, zou je putten kunnen slaan. Maar wie, wie, wie heeft die school daar neergezet? Wie zorgt voor die graafmachines? Ja, dat zijn toch mensen met heel veel geld. Dus als je op die manier kunt uh, ondernemen... Ja. Dus ten eerste beseffen dat er oneindig veel geld is. Dus er is helemaal niemand die verliest. Als jij gewoon een bedrijf neerzet waarmee je goed werk levert en gigantisch veel geld verdient. En als je dan vervolgens ook nog eens een deel van dat geld gebruikt. voor het goede. Ja, ja. dan zijn er alleen maar winnaars. Ja. Ken je Jim Rohn? Ja, tuurlijk. Ja. Een van de teachers van Tony. Ja. En uh, waarom ik zijn naam even bijhaal. is omdat uh, ik zag dat je 10% van je inkomen. en van je winst doneert. Ja. Uh, iets wat ook in uh, boeken van Jim Rohn uh, terugkomt. Ja. En. Um, Waarom doe je dat? Ja, het is toch een, het is een, een, in een drang, in ieder geval bij mij, om, uh, om ook uh, door te geven. Ik, ik, ik weet dat ik en kaart heb gewerkt en ik heb uh, heel veel geluk gehad. Ja. En, en nog steeds. En, mm. ik, en ik werk nog steeds hard en ik heb nog steeds veel geluk. Um, er zijn ook mensen die kaart werken en die pech. En um, ja, vooral, vooral die twee groepen. Dus de mensen die hard werken en geluk hebben. En de mensen die hard werken en pech hebben. Ja. Ja, ik denk dat die eerste groep, die tweede groep. Uh, ik wil niet zeggen verplicht, maar uh, ja, je staat in die positie. Moreel. Ja. Moreel verplicht. Of zo. Misschien je ja, voelt, je het, voelt het. Ja, ik voel in ieder geval ik voel, ik voel geen verplichting. Ik voel eerder een drang, een verlangen om dat te doen. En tegelijkertijd is het mooie ook daarvan dat uh, ja, hoe groter ik die drang en dat verlangen maak, des te beter ook het bedrijf uh, gaat, gaat draaien. Des te meer je gaat focussen op, uh, op winst. Ja. Want ja, geen winst kun, kun je ook niks weggeven. Ja. En heb je bepaalde doelen die je dan uh, steunt? Of uh, nee, uh, hoe vind je het, zeg maar? We, uh, nee, dat uh, heb ik heel lang gedaan. En uit, uit frustratie die daaruit ontstond... hebben we onze eigen stichting uh, opgezet. Stichting Eén Mens. Voordat je gaat googlen. De website uh, moet nog gebouwd worden dit kwartaal. Heb je een deadline voor jezelf? Ja, dit kwartaal. Want, want uh, vanaf januari moet de boel echt serieus uh, uh, gaan rollen. Cool. En je ja. gaat één Mens per keer helpen? Ja, één Mens per keer. Met z'n allen als één Mens samenkomen en dan voor, voor één mens. Ja. En uh, als jij 100 euro overmaakt... dan weet, ga jij exact zien wat er met jouw 100 euro uh, gaat gebeuren. Dat was een van de frustraties die ik zelf had. Hmm. Dus stel, dat, dat gaat naar iemand en die kan daarmee op uh, autorijles. Dan krijg jij een foto of een filmpje van diegene. Hé hey dankjewel. In Nederland gaat dat gebeuren ook? Hè? Ja. Ah, oké, okay. ja. cool. Ja, ligt bij huis. Vet. Grappig, want ik had vanochtend een... Uh, uh, Appgesprek met een goede vriend waar ik ook een bedrijf mee gehad heb. En uh, Jochem heet hij en hij zei: "Ja, hey guys, uh, hebben jullie nog tips voor goede doelen? Want uh, ik ben zo klaar met die NGOs." En toen zei ik van: "Oké, okay, dat snap ik dat je kritisch bent op NGOs, maar mag ik je uitdagen om zelf een goed doel te beginnen en het beter te doen en ook nog eens schaalbaar." Ja. En ja, het is altijd makkelijk om kritisch te zijn, maar ik dacht wel van: uh, Het is heel makkelijk om te zeggen goede doelen zijn slecht. Want ze verbranden heel veel overheadkosten. Maar hmm. om een professionele non-profit uh, te bouwen is Mal. ook lastig. Yeah. Dus of hou het klein. Yeah. Eigenlijk geldt het dezelfde principes als bij een bedrijf. Dus hou het lean en uh, en je verdient geld. Uh, dus maak je impact. Of schaal het op, maar dan moet je dus professionals aannemen. Yeah. Een team gaan bouwen, mensen die vijf of tien jaar bij het bedrijf uh, werken. Een directeur enzovoort. Wat vind jij daarvan? Okay, hoe zie jij dat? Ja, daarom vind ik het zo mooi als je uh, ondernemen als brandstof gebruikt voor een stichting. Dus mm. niet alleen maar een, een stichting. Maar dat, uh, en dat zeg ik ook tegen alle ondernemers die wij coachen en waar het goed mee gaat. Of koppel jezelf aan een goed doel of zet zelf een uh, stichting op. Dan heb je per direct, help je jezelf elke dag aan herinneren dat dat harde werken wat je doet, dat dat voor jezelf is, maar ook voor het grotere geheel, omdat je, ja. het, uh, omdat je het ziet. En jij bent alleen maar niet de enige die de prijs betaalt als je shit niet regelt. Maar die mensen die je had kunnen helpen... maar niet kunt helpen omdat je weer geen winst hebt gedraaid... die zijn ook, uh, die zijn ook uh, de dupe als jij je shit niet regelt. Ja. Um, en omdat, um, omdat voor mij uiteindelijk... dat het circulaire is van geld uh, waarde creëren... en we hebben met z'n allen afgesproken... Uh, waarde meten we met euro's. Eh, dus je kan er een, ook daar kan je weer een heel mooi verhaal van maken... maar we hebben gewoon afgesproken... Als ik iets veel waard vind, dan geef ik jou daar veel euro's voor. Ja. Als ik iets niet zoveel waard vind, ga ik, daar, ga ik daar niet veel euro's uh, voor geven. Dus uh, zo werkt het. Nou ja, ga gewoon waarde creëren. Mm -hmm. Ga bijdragen, ga waarde creëren. Durf daarvoor te ontvangen, want dat is in het ondernemersland ook wel een ding. Durf daar gewoon te voor te ontvangen wat het waard is. Want, en dat zeg ik tegen alle verzorgers in Nederland, en dat zijn er ontzettend veel. Ja, Ik ben een verzorger. Ja, als jij je, als je duurzaam wat te bieden wil hebben aan anderen, dan moet je of duurzaam wil zorgen voor anderen. Dan moet je zelf wel duurzaam dus ook wat te bieden hebben. Ja. En dus moet je ook kunnen ontvangen. En moet je dus een reden hebben gegeven aan het universum, aan de wereld dat zij waarde jouw kant op, uh, op sluizen. Ja. Dus het begint weer met uh, ja, waardecreatie, ontvangen, ja. zodat je kan doorgeven. Ja. Dus en met een verzorger bedoel je dus iemand die zegt van ja, ik wil gewoon graag, uh, graag. mensen helpen. ja ja, maar sowieso, hoor. Ik bedoel, hoeveel mensen eeder. die nu luisteren, die, die zich erin herkennen, dat ze zorgen voor alles en iedereen, behalve voor zichzelf. En dat zodra er uh, ook maar een verzoek hun kant op, ja, ga ik regelen, ga ik wel doen. Ja. En dan helemaal aan het einde van de dag, aan het einde van de week, dan is er een moment voor, voor sporten, voor slapen, voor goed eten. Dus dat is er nooit. Ja. Nou, um, even nog terug in jouw uh, CV, om het even zo te zeggen. Um, je bent ook bouncer geweest. Ja, in een heel well, grijs daar ben ik uh, rustig ingerold bij, uh, bij Paradiso hier in Amsterdam. Dus een uitsmijter voor wie... Uh... Ja, dan sta je... Uh, horecaportier is de, de officiële term. Oh, horecaportier. Gastheer ja. misschien uh, zelfs. Hoewel toen... Uh, hey, maar op die leeftijd, hoe uh, was ik toen? 20, 21 jaar. Ja, ja dan is dat natuurlijk een, uh, een, een droombaan voor, uh, voor een jongen... om bij een van de mooiste clubs uh, aan de deur te staan. En ik heb in die periode heel veel geleerd, hoor. Over mezelf, over het leven. Uh, later zat ik natuurlijk bij de... Politie, heb je allerlei bevoegdheden? Heb je allemaal uh, geweldsmiddelen? Ja, als je als uh, horecaportier bij een grote club aan de deur staat en je bent ook niet uh, een hele grote vent zoals ik, uh, maar gewoon een klein yoghi, uh, klein dan leer je behoorlijk veel over uh, lichaamstaal, over verbaal meesterschap, over uh, beïnvloeding, uh, het inschatten van, uh, van situaties. Dus ik heb daar uh, ontzettend veel geleerd uh, over mezelf, over mensen, maar ook echt een super tof. Uh, Tijd gehad, ja. Cool. Stopt hij daar? Begon je toen al bij de politie of zat daar nog ja, iets tussen? Eerst naar de gewone politie hier mm -hmm. in Amsterdam, de opleiding uh, daarvoor gedaan. En um, daarna ben ik naar uh, de toenmalige DKDB gegaan, persoonsbeveiliger voor de, voor de overheid. Mm. En dat heb ik tien jaar met heel veel plezier gedaan. Cool. En dat uh, zijn dus allemaal um, hoge plaatsen figuren dan die je uh, moet beschermen of beveiligen of hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Wat is dat voor wereld? Dat is een bijzonder wereldje. Hoogplaatst is optioneel. Waar het om gaat, er zijn twee voorwaarden. Eén, er moet een, uh, een substantiële dreiging zijn. Dus er moet echt een serieuze dreiging zijn. Uh, en ten tweede moet er een nationaal belang zijn dat jij blijft leven. En als je aan die twee voorwaarden voldoet, dan uh, kan je de pech hebben. Want dat is het wel dat je door ons beveiligd gaat worden, want mm. dan word je de ons hè? Zo, zo, voelt, nog ik ja. voelt nog steeds als jouw um, dan hmm. uh, kan je door die club beveiligd worden en dan, ja. dan wordt je leven behoorlijk overgenomen afhankelijk van het, uh, van het dreigingsniveau ja dus ik denk meteen aan de designated Survivor maar en naam nou, Geert Wilders maar er zijn veel meer van dat soort bijvoorbeeld uh, ja. ja ja maar ook getuigen ook uh, het nou uh, ja, kijk de, de liquidatie die uh, vorige maand is uh, gebeurd die advocaten ja. ja nou dat zorgt voor heel veel heel veel werk ja, ja. Heb je wel eens getwijfeld in die tijd van waar ben ik aan begonnen of wat doe ik hier of uh, waren dat gewoon tien jaren waarin je echt onvoorwaardelijk jezelf gaf? Ja, er waren tien jaren waarin ik me onvoorwaardelijk uh, mezelf gaf en uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik precies die vragen ging stellen die jij nu net uh, stelde oh. en uh, in die week heb ik mijn ontslag ingediend. Oh oké, okay. ja. was dat impulsief? Nee, het was. Uh, ja, misschien wel. Als je, qua, 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 als je kijkt naar, naar tijdsbestek. Maar uh, het, uh, ik had, het was heel helder. Ja. Wat ik uh, te, te doen had. En dat is misschien ook wel een van de dingen. die ik predik. En die ik zelf altijd heb toegepast. Wat me heel veel heeft opgeleverd. Mm -hmm. Ja, gewoon knopen doorhakken. Ja. Je weet het, het al lang. Ook degene die nu zit te luisteren. en die die ene knoop heeft van ja, maar dit zijn de voor- en nadelen. Je weet het al lang. Ja. Of je moet kappen met die relatie. of je moet weggaan. of je, of je ja moet zeggen of nee moet zeggen. Alleen dat excuus van de ratio is natuurlijk prachtig. Van nou, ah, we moeten nog meer afwegen. Of we moeten het nog wat langer aankijken. Mm. Dat is natuurlijk een excuus om die, om die knoop niet door te hakken. Ja. En dat is weer een excuus om, uh, om geen pijn te leiden. Want natuurlijk deed het pijn toen ik uh, ontslag uh, nam. Uh, ook een shit relatie, uh, een, een shit, liefdesrelatie die je beëindigt. Ja. Uh, dat is ook rauw. Ja. Neem je ook afscheid van iets. Oké. Okay. Um. Ja, waar ik aan moet denken is, uh, iedereen heeft angst. Ja. En uh, we zijn heel goed in dat verstoppen. Ja. En echt het heldendom, zeg maar. Als je een held bent, dan vreet je het op, weet je wel. Dus dan ga je er toch doorheen. Ja. Heb je een tip of uh, een, een, een suggestie? Of is, dat er niet, is er geen hack of zo? Of, uh, quick nou ja, de, de belangrijkste verschuiving die meteen al het verschil maakt... is uh, kappen met je angsten weg te drukken. Ja. Dus laat ze gewoon toe. Spreek ze uit en laat ze toe. En sterker nog, uh, ja, dus stel, stel wij staan met z'n tweetjes nou voor een deur en daarachter zit uh, de vijand. Mm -hmm. Nou, ik zou het behoorlijk balen vinden als ik naar jou kijk en ik zie dat jij niet bang bent. Want dat betekent dat je niet scherp dan bent. Dan ben je hè? Of uh, zeg maar, dan ben je iets niet goed. psychopaat of ja. whatever. Maar ja, ja. Ben je bent niet uh, natuurlijk. Ja, dus ja. angst is in principe is, dat, uh, is dat goed, ja. maar laat het toe en, uh, en spreek het uit. Uh, dus, uh, dus als jij het podium op moet en je, en je moet wat vertellen, je bent doodsbang en je, en je zegt gewoon. Poof, ...hoe jongens, ik ben, ik ben ontzettend zenuwachtig. Ja. Meteen daarna uh, voel je je al beter. Ja. Terwijl als jij daar ja. gaat proberen heel stoer te doen... ...ik moet het verbergen, ik moet het verbergen... ...en dan ben je continu ja. uit balans, continu afgeleid. Dus dat nou. is één, laat je angst toe, voelen. maar... ...en dan voel je ook de kracht van angst... ...en de scherpte die het, uh, die het geeft. En twee, um, angst wordt kleiner, het verdwijnt niet... ...maar angst wordt kleiner zodra je er naartoe gaat bewegen. Hm. Dus de held is inderdaad voor mij degene die doodsbang is... ...maar toch doet, ja. omdat hij weet... Datgene wat er achter die angst zit, dat is zo ontzettend belangrijk uh, ja. voor mij. En, um, en doe, het, doe het intelligent. Dus als jij hoogtevrees hebt, ga dan niet uh, base jumpen van de Eiffeltoren, weet je wel. Maar Schoen ga je Nee, ga ze, ga ze gewoon op drie hoog bij het balkon staan, weet je wel. En dan de volgende dag op vier hoog enzovoort, enzovoort. Zoek je angsten op, maar wel op, ja. een, op een intelligente manier. Maar je moet ze, je moet ze tenminste, ze moet. Als je er vanaf wil, je mag. Dan, uh, dan mag je ze opzoeken. Nou, als je er vanaf wil, dan moet je ze, dan ja. Moet je ze opzoeken, ja. Ik moest even denken aan Will Smith. Die heeft daar ook zo'n dingetje over. Zo'n filmpje volgens mij van... Uh, dat gaat ook over uit het vliegtuig springen. Mm. Hij, hij zegt dus je moet dat juist impulsief doen. Gewoon zeggen oké, okay, fuck it. Ik ga het gewoon nu doen. Boom. Naar het vliegveld uh, rijden en, uh, en een ticket boeken. Want als je het een week van tevoren boekt... dan zit je de hele week er tegenaan te kijken. Mm. En dan vreet het je gewoon op. Dan, uh, dan gaat je sommige, brein tegen je werken. Ja, met sommige dingen is dat misschien het beste. Ja, maar ja. dat geldt natuurlijk lang niet altijd. Nee, maar uit het vliegtuig springen... ik snap wat hij bedoelt. Mm. Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent. Want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt. Zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttest ondernemers. Mooi wat je net zei ook over um, uh, je angst verstoppen. Dat werkt eigenlijk heel erg tegen je. Ik ja. had een uh, gesprek met Sander Aarts. Ik weet niet of je hem toevallig kent. Hij heeft een boek geschreven uh, niet te breken. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, hij was ja. uh, man en daarvoor ja, heeft hij ook allemaal live dingen gedaan. Hij heeft alles gedaan. Ja, ja dus uh, die staat nu net live. Uh, ik geloof aflevering 38 of zo. Maar echt uh, heel indrukwekkend. Ja. Maar dit is een hele lieve gast. Mm -hmm. Eigenlijk net als jij. Ik bedoel, we kennen elkaar nog niet zo goed, maar gewoon een normaal mens, ja. weet je wel. Hij komt nog liever over, zeg maar. Jij bent wat meer direct of uh, to the point. Uh, wat, wat ongetwijfeld ook je kracht is uh, in, in de dingen die je doet nu. Maar dan zit je tegenover iemand die gewoon met twee vingers uh, bij wijze spreken iemands nek kan breken. Hmm. En hij zei ook van ja, die kwetsbaarheid verstoppen. Dat levert zoveel stress op. Want als je het moet verstoppen, dan heb je de hele tijd een geheim. En ja. Dan loop je de hele tijd mee rond. Ja. En dat geheim maakt je kwetsbaar. En dat is wat mensen moeten beseffen: dat geheim hmm. maakt je kwetsbaar. Ja. Niet datgene waar jij moeite mee hebt. Ja. Wat zijn voor de ondernemers waar jij mee werkt de, de meest. Uh, ik zeggen? De, de beslissingen waar ze het vaakst omheen lopen of waar ze bang voor zijn? Nou, dat verschilt een beetje op niveau. Of niveau. Als je kijkt naar de, naar de uh, starters, de beslissing waar ze omheen lopen is uh, zichtbaarheid, positie innemen en nou, die combinatie van die twee: zichtbaarheid. Vind ik één ding. Er is natuurlijk heel veel over gepredikt door online gurus. Van laat je zelf zien. Ik heb dan, dan zo altijd zoiets van: ja, maar wat zie ik dan? Als ik dan incompetentie zie, nou. Uh, een lelijk uh, vlogje. Ja, ja nou lekker. ja, weet je wel. Laat me dan wel de reis zien. Maar als je ergens geld voor vraagt, ja, zorg dan wel dat je eerst uh, competent bent. Maar um, um, zichtbaarheid en positie innemen. Dus iets vinden van je industrie. Iets vinden van wat de concurrentie doet. Iets vinden van, uh, van je doelgroep en uh, de problemen waar ze tegenaan lopen. En dat dus gewoon ja, een mening uh, de wereld intrappen. Waardoor je dus zeker weet dat er dus ook haters uh, gaan reageren. Dat is uh, goed. Ja, dat is, uh, ja je, moet, je moet wel altijd naar de verhouding kijken. Uh, de strategie die ja. werkt in ieder geval. Ik krijg er uh, ik veel, één, één zuur mailtje per week of zo, krijg ik uh, binnen. Of één zuur uh, wat online reactie. Sta, Waar staat er dan bijvoorbeeld? Wat is nou type, een rode draad in, de, in die heet uh, mail? Nou, de rode draad is, uh, is dat ze oordelen over iets dat ze niet kennen. Maar ik denk dat dat uh, de bron is van alle, alle ellende in, uh, in de wereld. Vaak, en daar ben ik de laatste tijd wat beter in geworden, is, is de intentie goed? Is de intentie liefdevol? Alleen hebben ze zoveel shit meegemaakt? Zijn ze bedrogen door zoveel uh, marketinggekkies? Uh, dat ze uh, uh, bijvoorbeeld naar Tybalt.nl kijken en denken: Oh, dat is hetzelfde. Bijvoorbeeld, hè? Dus dan ben ik het helemaal met ze eens dat, ze, dat we elkaar scherp moeten houden op bullshit, uh, bullshit marketing. Alleen uh, door hun eigen ervaring en filtertjes ja, kleurt dus alles rood in hun, uh, in hun ogen. Maar vaak, is, vaak zie je ook echt mensen die zijn, vooral online, die zijn gewoon dat, die zijn bezig achter een toetsenbordje om werk van anderen naar beneden, naar beneden te halen. Dus ja, dan is het niet goed. Maar die kopen een product bij jou en dan zeggen ze ik wil mijn geld terug. Oh of nee, nee, dat, dat, of... nee als, je, als je product bij ons komt, dan ben je de sjaak. dan word je fan. Nee, dat, okay. zou, dat, <laughs> nee, dat zijn altijd uh, niet klanten. Ja. Oh, huh? maar waar, waar oordelen ze dan over? Over uh, de positie die, uh, die Tibo.nl inneemt. Geld ondernemen, ja, er zijn nog steeds heel veel mensen. En dan weet je wel, als, als jij of ik hetzelfde hadden meegemaakt als dat zij hadden meegemaakt, dan hadden wij die, exact diezelfde boze reactie getypt. Ja. Oh, dat maar, vind ik allemaal mooi. Dus je je wel, en dat is ook een regel natuurlijk van uh, uit de Seven Habits, hè? Uh, probeer een ander te begrijpen voor je begrepen wil worden. Ja. Die pas je dan eigenlijk toe. Ja, ik word daar steeds beter in. Dus mijn, maar je, je ego, zeg maar, die ja. zegt eigenlijk van fuck you. Ja. Dat de, is tenminste wat er met mij heb ik, gebeurt. Ja, en dat heb ik ook vaak online gedaan, hoor. Uh, op die manier. Kijk, dat spel, dat snap ik. Het harde. Dat is mijn valkuil. Helemaal als, uh, als het bijvoorbeeld mede-ondernemers van mij gebeurt. Uh, vrienden die ik hoog heb zitten en waarvan ik weet hoe hard ze werken en hoe, hoe zuiver hun intenties zijn. En dat komt ook door uh, een van mijn uh, eigen coaches. Daarmee bedoel ik waarbij ik in de coaching zit, Ellen van Vliet van, uh, van Pepper for Spirit. Ik heb het daar uh, laatst uh, tijdens een sessie met haar uh, uitgebreid, heeft zij het uitgebreid met mij daarover gehad. Van Tibor, dat, uh, dat harde dat beheers je wel. Uh, maar kijk eens of je wat vaker vanuit, uh, vanuit liefde en wijsheid kunt reageren. Mm. En ik merk ook als ik dat doe, dan ben ik, dan ben ik helemaal uh, onstombaar. Goed voor. Groeiclub. Ja, en als je meer wil weten over Tibor Olgers, ga je natuurlijk even naar Tibor.nl. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over de retreats die Tibor organiseert, coaching en uh, masterminds. Nou, dat is grappig, dat doen we bij Groeivoer ook. We hebben een mastermind voor ondernemers, we noemen dat de Groeiclub. Mocht je het interessant vinden, ga even naar groeivoer.nl of dus naar Tibor.nl. Luister lekker verder naar Goeie voor. Tibor, je zei net iets heel engs. Liefde. Ja. Ik heb veel gesproken met gasten ook over uh, mannelijke energie en vrouwelijke energie. Onder mm -hmm. andere met uh, Erik Verhagen, een gast die ik geïnterviewd heb. Het grappige is dat we geboren worden met een mannelijk of vrouwelijk lichaam. In ieder geval het grootste deel van de mensen. Maar dat. Uh, ...energie misschien wat minder uh, binair verdeeld is, zeg maar. Dus daar wil ik eigenlijk wel je mening over weten. En uh, wat heb je dan aan liefde? Klinkt zo, ik zou bijna zeggen gay, weet je wel. Maar dat is dan politiek incorrect. Maar zo werd het bij ons op school dan vroeger uh, genoemd. Hè? Dus mm -hmm. daarom durf ik het best nu te zeggen van... ...als je je kwetsbaar opstelt, dan gaat het niet helemaal goed beetje als man. Ja. Nou, je eerste vraag, uh, dat energie uh, wat minder binair verdeeld is, is dat ik een uh, aanhanger ben van uh, het Yin-Yang-principe, polariteit, en dat ik dat ook terugzie in de, in de natuur. Dus ik geloof dat er wel degelijk dat een masculine man meer masculine energie heeft. Een gezonde masculine man heeft uh, meer masculine energie dan vrouwelijke energie. En een gezonde... Feminine vrouw heeft meer feminine energie. Beide hebben ook de energie van de ander. Maar net als in Yin Yang-teken. Is het belangrijk dat um, de dominante energie. die is uh, dat van uh, uh, het geslacht dat je hebt. Ja. En um, we kunnen hier zo diep op ingaan als je wil. Maar bijvoorbeeld als ja. je naar, naar cijfers kijkt. van homoparen. waarbij um, beide masculine energie vertonen, bijvoorbeeld. of beide vrouwelijke energie vertonen. Dan zie je bijvoorbeeld in de cijfers dat hun kinderen dat die meer problemen hebben. Die hebben bijvoorbeeld meer problemen op school. Die hebben meer, pro meer problemen met hun, uh, met hun stemming. Uh, dus ik geloof heel erg in uh, pure masculine energie en pure vrouwelijke energie. En ik denk dat als je die samenbrengt, dan krijg je kunst. Dan krijg je uh, ja, het, mooiste wat, uh, het mooiste wat er bestaat. En uh, als je het plat wil slaan, dan, dan kan je dat verbinden aan de hormoon testosteron. Wat... Uh, met ogen aan het afnemen is in, uh, in, uh, in de bloedbanen van de mannen. Kijk je dat ook met uh, leden ogen aan dan? denk je van, hé, hey, dat is ja, eigenlijk wel een probleem. tuurlijk. Zonder polariteit geen, geen spanning, meer. zonder spanning geen, geen stroming. Dat is natuurkunde. Als je geen, geen tegenpolen hebt, ja, dan wordt alles neutraal, waar dus sommige mensen voor zijn. Die willen dus alles plat slaan. Alle ja. vrouwen en mannen precies hetzelfde. Niet dezelfde rechten, maar hetzelfde. Uh, nou... Veel plezier in de slaapkamer met z'n tweetjes dan, zonder spanning. Veel ja. plezier uh, in wat voor vorm van verbinding dan ook, want er is geen spanning meer. En ja, zonder spanning heb je, heb je geen licht. Ja. Dan kan je, had je mij nu niet kunnen verstaan, ja. is er niks. Dat komt door uh, plus en, uh, en min, door tegenpolen. Ja. Ja. Dus dat zie ik zeker weten met, uh, met leden oog toe. Mannen die hun richting verliezen. En vrouwen waarbij het alleen nog maar gaat om stoer en sterk zijn. Dat is eigenlijk... Uh... Ja, dat is de verkeerde weg, zeg je dus. En ja. uh, om dan eens even het sprongetje te maken naar, naar liefde. Hoe was je dat dan toe? Je zegt van mijn, uh, wat, hè, een goede coach, laat ze gaan coachen. Dus jij hebt uh, zelf ook je, je, je coaches. En je zegt van een van mijn coaches, Ellen heet ze gewoon. Ellen van Vliet. Ja. Ja, die, uh, die zei van, joh, je kan ook anders reageren. Dus stel dat weer iemand komt, uh, oude zeiken Ja. Dan kun je zeggen van hou je bek. Weet je, dan dat yeah. zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook iets anders doen. Ja. En hoe? Oh, hoe dan? Nou, uiteindelijk is, is liefde alles en alles is uiteindelijk ook liefde. Um, ik denk dat uh, uiteindelijk ook bij liefde weer geldt dat je dat, uh, de polariteit zorgt voor uh, een hogere flow van, uh, van, van liefde. Uh, maar ik denk dat iedereen weet dat als je kijkt naar de allermooiste alle, alle, alle momenten uit je leven, dan waren dat momenten van, uh, van liefde. En, en dan waren dat momenten waarin je misschien heel veel liefde ontving. Maar het, als je goed kijkt, waren het vooral momenten... waar je heel veel liefde aan het, uh, aan het geven was. En de kunst is om te zien dat uh, de grote meerderheid van de mensen... Uh, vanuit liefde handelt. En dat soms op een hele onhandige of zelfs gewelddadige of uh, zieke manier uit. Maar dat, uh, maar dat uh, intentie liefde is. Hm. Maar, ja, als ik het... Uh aan je ouders zou vragen? Wat zouden die zeggen? Of welke vraag zou je dan precies stellen? Oh, hoe, ze, hoe zij daar tegenaan kijken... van hoe moet je met andere mensen omgaan? Mijn moeder is uh, op haar tweede... van voormalig Papua nieuw Guinea naar Nederland gekomen. En uh, opgegroeid in een groot gezin. Zeven, zus, zes, uh, zes, uh, zes, uh, zes meiden en één, uh, één jongen. En uh, ja, sowieso Aziaten, dus... Hard werken, niet, uh, niet zeuren. Dat is uh, wel iets wat zij zelf hebben uh, meegekregen weer van hun uh, moeder. En, en wat ik op die manier ook heb, uh, heb doorgekregen. Dus ja, Link, dat is uh, aan liefde. Uh, misschien komt daar wel uh, regel je shit uh, vandaan. En, uh, ja. en de valkuil, de, de schaduwzijde van die kant, is dus. Uh, presteer en dan ben je goed genoeg. Ja. Dat zou een, een valkuil uh, kunnen zijn. Mijn vader, die is veel, uh, veel meer een, uh, een fladderaar. Uh, in, in, eigenlijk in alles wat hij doet. Ook in, uh, ook in zijn werk. Dus ik denk dat bij uh, Ja, ik vind het een, uh, een mooie vraag. Dat voor hem. Hij, is, uh, hij heeft een, uh, een hersenbloeding en een herseninfarct gehad een paar jaar geleden in zijn hersenstam. En wat wel bijzonder is, is dat hij daarna. Uh, veel liefdevoller is geworden. Dus hij is veel meer, dat hoor je wel vaker. Maar hij is dat veel meer gaan uitspreken. Hij is dat veel meer uh, gaan, uh, gaan tonen. En als ik kijk nu naar mijn, uh, naar bijvoorbeeld naar mijn papa, die heeft daar echt wel een verandering gemaakt. Voor hem is ook liefde uh, alles. Ja. Ik ben toevallig gisteren uh, uh, begonnen met een, een nieuw uh, marketing dingetje wat ik ga doen. En dat zijn uh, affirmation stickers. Okay. ...die je op je spiegel kan plakken. Okay. En uh, een van de spreuken is... ...alles is liefde. Het mooie van dat soort spreuken vind ik van... ...ja, je kan ze heel oppervlakkig uh, opvatten... ...als je geen zin hebt om erover na te denken... Of, mm. ...of het klikt even niet, weet je wel... ...maar als je er wat langer over nadenkt... Uh, ...kunnen ze ook heel diep, heel diep gaan, zeg maar. Mm -hmm. En... Um, en tegelijkertijd weer heel praktisch. Dus als ik in het verkeer zit, bijvoorbeeld. Nou, ik rijd een redelijk snelle auto. Niet een enorme reismonster of zo, maar ik kom lekker uh, weg. Dus dan heb je nog wel eens iemand voor je zitten. Waarvan je denkt, nou, ik vind het ook niet erg als je aan de kant zou gaan. Want ja. dan kan ik ook weer uh, door. Uh, ja, ik noem dat hè Die zitten dan allemaal voor bu uh, voorbumper. bumper. <laughs> uh, maar ik ben mezelf dus aan het trainen daarin. Heel ja, goed. En uh, het gaat steeds beter. Alles dus, uh, wat je traint, word je beter in. Ja, ja. precies. Um, dat was een rant van mij. Uh, terug naar jou. We hebben het al even een beetje gehad over, uh, over jouw achtergrond uh, waar je vandaan komt. We hebben het gehad over wat je bij ondernemers tegenkomt. Hè? Dus welke, welke problemen gaan ze uit de weg of waar lopen ze omheen? Um, maar we hebben nog niet echt heel erg gehad over je bedrijf. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe. Hoe uh, heb je het opgezet en uh, ja, hoe is die reis verlopen eigenlijk tot waar je nu staat? Hoe we het hebben opgezet is zo klein mogelijk. Dus we zijn met een uh, kernteam van uh, met zessen. En uh, ons hoofdproduct is een, uh, is een driedaagse business retreat voor, uh, voor ondernemers. Daarnaast hebben we ook nog een, een Spanje-retreat en hebben we maatwerk-retreats voor, uh, voor bedrijven. Ja. En vooral dat laatste, daar zit vanzelfsprekend het, uh, het verdienmodel. Ah, oké. Okay. Ja, dus je verdient het meeste geld eigenlijk bij de corporate dan? Ja, daar, daar, daar in ieder geval een heel groot gedeelte. Dus ja. we, we, we doen coaching, maar ik, ik zat toevallig uh, de balans op te maken voor, uh, voor de afgelopen maand. Er komt nog maar 8% ongeveer van onze omzet komt uit, uh, uit coaching en de rest is uit uh, of uitzakelijk, zakelijk of uit, uh, uit operaties, uit, uh, uit retreats. Um, de afgelopen jaren heeft in teken gestaan en dat zal in 2020 hetzelfde blijven om mij uit het verhaal te schrijven. Hmm. Het bedrijf draagt mijn voornaam, dus daar kan je vrij makkelijk of vrij makkelijk daar kan je een merknaam uh, van maken makkelijker in ieder geval dan wanneer het uh, Tibo Olgers was geweest. Ja. Dus we hebben echt een methodiek centraal gesteld. En bijvoorbeeld met operatie doorbraak, onze drie-daagse voor, voor ZZP'ers, maakt het eigenlijk niet meer uit wie er staat. Als er maar ontzettend goede investeerders, mentoren, coaches staan, want er ligt gewoon een, een werkboek, er ligt gewoon een methodiek en een programma. Ja, mensen zich dan niet uh, van, ja, we willen toch een touch of Tibor, we willen even, kom ja. even een hartje schudden, even... Uh, 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 uh. Iemand een, een half uurtje in de hot ziet, weet ik van dat soort dingen. Ja, ja voorlopig is dat ook ja, nog zo. Ja, ja. Dus voorheen deed ik het helemaal. En, uh, maar de laatste die ik helemaal heb gedaan, die is geweest. Ja. En langzaam maar zeker. Kijk, en wat ik doe, is ik omring me wat ik van Richard Branson heb geleerd. Ik, als ik kijk naar uh, de mensen in het Tibot.nl team, die zijn vele malen beter uh, dan, dan dat ik ben. En, ja. uh, <laughs> ja, en, uh, en, en klanten kopen uiteindelijk. Ze kunnen wel op mij afkomen. Hè, dus dat is ook wel een van de dingen waar je scherp onderscheid moet maken. Een persoonlijk merk, een bedrijfsmerk, productmerk. Hey, ik ben, Tibor Olgers is, een, is een, een... Ik ben... Mijn persoonlijkheid en mijn leven leent zich perfect... voor het bouwen van een persoonlijk merk. Ja. En dat trekt aan. Maar vervolgens verkopen we de methodiek. En die, en die methodiek die levert de resultaten. En uiteindelijk willen klanten gewoon resultaten. Ja. En als je die maar levert dan, uh, en, en overtreft... Ja, dan is iedereen, uh, is iedereen blij. Dus, waar, 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 waar haken mensen op aan bij jou, denk je? Uh, ik Wat denk, is de kick van Tibor? Maar mag je best gewoon heel uh, ja, de, zijn. Ja, de recht, recht door zee. Geen bullshit. Het benoemen van de bullshit ook in de markt. Want er is gewoon ontiegelijk veel. Incompetente uh, gelul in de, in de business coaching markt. Uh, huis, huisvaders, huismoeders. die zelf een online cursus hebben, hebben ge, ge, gevolgd. Vink en Grow Rich hebben gelezen. En, uh, <laughs> ja, maar dat, uh, daar wil ik me echt bij aansluiten. Ja. Ik zal je nu niet volledig het woord ontnemen. Maar uh, of wij zitten in een bubbel. of. Het groeit echt enorm, of allebei natuurlijk. Ja. Um, nou, het feit dat die mensen, ja. zeg maar. Kijk, in Nederland ga je natuurlijk nooit. Uh, sterf je nooit een hongersdood. Ja. Maar het feit dat daar ruimte voor is, laat wel zien hoe groot de bubbel is. Maar wat je gelukkig ook ziet, helemaal de laatste anderhalf, twee jaar. is dat de markt er nou langzamerhand doorheen begint te prikken. De online cursussen, waarin je leert ja. van de goeren hoe je online cursussen kunt maken. zodat je anderen leert hoe ze online cursussen moeten maken. Ja. Ja. Daar zijn we nu wel een beetje klaar mee. Hmm. Ik was bij Elka de Boer bijvoorbeeld. En ja. uh, toen dacht ik van ja, maar ik wil niet een Elka de Boer worden. Dat wil hij zelf trouwens ook helemaal niet hoor. Dus, um, maar dat is natuurlijk wel wat er gebeurt als je naar een goeroe gaat. Dan, ja. uh, de, de, iedereen, ik weet nog, toen ik Salsa begon te dansen. Nou jouw vrouw danste op hoog niveau Salsa mm. hoorde ik net, supercool. Um, ik weet hoe het is om als student in zo'n klas te zijn en naar die meesten te kijken en denken wow, dat wil ik ook. En ik weet zeker dat er superveel vrouwen zijn die naar jouw vrouw kijken. Uh, waarschijnlijk ook mannen, maar vooral in die les zijn het de vrouwen. Die kijken van, wow, hoe doet ze dat, die spinning techniek. En mm -hmm. Dus het is heel natuurlijk om naar een teacher te kijken. Ja. Uh, het gaat fout als je de teacher wilt zijn. Ja. Maar hoe, hoe maak je die transitie, zeg maar, van naar de meester kijken naar, ja. naar je eigen meesterschap? Ja, supergoede vraag. Kijk, dat is, voor mij is dat dus iets anders dan als, uh, als waar we het net over hadden, de, de, de bullshit in de markt. Ja. Dat heeft voor mij te maken gewoon met, met incompetentie, maar ook onzuivere intentie. Ja. Ik wil geld verdienen. Dus ja. een slechte. Of ja. nou hoeft niet 100% slechter te zijn, maar dat kan niet je enige intentie zijn. Nou, ja. vooral als je weet, als je, gewoon, je moet ook wel een beetje uh, eerlijk, hè, eerlijk naar jezelf kunnen zijn. Als je gewoon ergens geen ervaring meer hebt. Als je zelf nul uh, bedrijven groot hebt gemaakt, als je zelf ja. nul bedrijven hebt verkocht, als je niks hebt opgezet. Als je, ja. Ja, wie ben jij dan om, uh, an, om geld te vragen aan anderen om, ja. uh, om ze dat te, te gaan leren. Dus dat is een beetje ook zelf inzicht en ken je plek. Men, uh, mensen vergeten ook, uh, ook, gewoon da uh, ook dat, hè. ken je plek. En het is helemaal niet erg als je onderaan de, onderaan de ladder staat, maar gedraag je dan ook uh, als iemand die onderaan de ladder staat. Dus laat me dan zien in leuke vlogs hoe je reis is, hè, onderaan de ladder en per trede omhoog. Maar ga alsjeblieft niet doen alsof je, alsof je vanuit een Ivoren Toren een, een high-end level... Uh, <laughs> Guru ja. bent. Dat ja. is natuurlijk gelul. Maar jouw vraag. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk het bekende fenomeen. Niks van wat ik zeg, niks van wat jij zegt. komt 100% van onszelf. Want uh, je bent blanco geboren en alles is er. Uh, is er, er heb ik het over de kennis? Mm -hmm. Alles heb je vervolgens geleerd, bewust of onbewust. en gewenst of ongewenst van, uh, van anderen. En uh, de kunst is om je door een leraar te laten inspireren. Om te modelleren, maar niet om te kopiëren. Je moet, en dat bedoel ik met positie innemen, je moet zelf iets vinden. Ja. En, uh, en dat is ook wel iets wat ik heel interessant vind, omdat wij dus niet, er is geen tijd meer om uh, voor diep denkwerk. Dat is er niet meer, dat slaan ja. we dicht. De Japanners noemen dat Ma Ma, gewoon leegte. Want zodra wij Ma, Ma is uh, de leegte die uh, dat wat er is waardevoller maakt. En, en, en uh, wat je ziet bij mensen is dat ze elke. Uh, elke leegte, die slaan ze dood. Die vullen ze met een scherm, over het algemeen. Waardoor er dus nooit meer ruimte is... voor dat uh, default mode netwerk. Dat stukje in ons brein... wat die meest geniale inzichten geeft. Dat gaat nooit meer aan. Want dat gaat namelijk alleen maar aan... als er uh, rust is, als er niks is. Ruimte, ja, als je dus... Ruimte gewoon. Uh, ja. Uh, ja. En als je, als je nooit meer nadenkt... Ja, dan kom je ook nooit meer tot je, eigen, tot je eigen mening. Dus dat is een probleem. Mensen denken, mensen denken niet meer na. Ja. Ja. Ze zijn heel druk... Van taak naar taak naar taak. En ze denken wel na, maar ze denken niet meer diep na. Nee. Nou ja, als je, met je alleen met je brein nadenkt. Dat is. En dan onderbenut ja, onder je jezelf eigenlijk. Ja, maar daar, Als ik heel eerlijk ben, zou ik daar al blij mee zijn. Als mensen, als mensen ze weer eens wat vaker gewoon Verses. hun brein zouden, zouden aanzetten. En helemaal mee eens. Hè, als ik kijk naar bijvoorbeeld andere uh, uh, teacher van, van mij of voor mij, is IDO-portal. Uh, ja, tuurlijk. Dat live jongen, daar zit zoveel, uh, zoveel uh, meer in verstopt. En dat is ook mm -hmm. wat ik predik, hoor. Uh, dat dat hoofd is, maar, uh, uh, wat is het? 10, 15 procent van je, van je hele lichaam. Mm. Ja, benut de rest ook, alsjeblieft. Ja. Maar diep nadenken zorgt ervoor dat je, dat je weet wat jij vindt. En uh, mensen die zeggen, ja, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat ik vind. Ja, denk eens wat meer na. Ja. Dus je bent nu bezig om jezelf uh, meer misbaar te maken in je bedrijf? Ja. En wat uh, gebeurt er dan met jou persoonlijk? Heb je dan ook als uh, ego-issues, heb je dat al een keer meegemaakt of zo? Ik, ik herinner me dat ik zelf binnenkwam in mijn eigen bedrijf. En uh, ik ben hier in 2016 mee begonnen. En vanaf 1 januari heb ik het bedrijf overgedragen aan twee teamleden. En die runnen de tent. En dan kwam ik op een gegeven moment tijdens lunch binnen. En uh, ik dacht, nou, iedereen gaat wel even... Uh, Juichen of zo, van hé, daar is Gerard, maar er gebeurde helemaal niks. Dat had ik echt af even een dompertje. Dat ik dacht: van ben, dus helemaal niet belangrijk. Het gaat over identiteit en over wie ben ik eigenlijk. Dus je bent iets als je op het podium staat. En dan ineens sta je daar niet meer. Hoe zit je daarmee? ik denk dat mijn ego. Ja, ik denk twee dingen. Dus ik denk dat behoorlijk dat het me wel gelukt is om mijn identiteit. Te halen uit uh, wie ik ben, als man, als mens en niet, uh, niet uit dit bedrijf of het geld of, uh, of whatever. En ten tweede, sta ik natuurlijk nog wel een aantal keer per jaar op het, uh, op het podium ik, ja. uh, en uh, kan ik ook op, op die manier uh, naast de missie ook mijn ego tevreden houden. Hmm. Ja. ja, dus mag er ook zijn eigenlijk. Al nou, 100 hmm. Ja, ego, ego, mag er zijn. Het is er, dus dat is ook weer hetzelfde ja. met het universum of de dus zwaartekracht. Ja. ja. <laughs> Als het niet zou mogen, dan, dan heb je een probleem, want het is er, ja, dus gebruik het. Ja. Is er iets in jou uh, in jou, zeg maar, een soort les die er al zit, waarvan je voelt, oh, die komt eraan of zo, een soort wijsheid die nu uh, begint los te komen, nou, wat maar ik, je kan het nog niet precies vatten wat het is of zo. Nou, waar ik, waar ik de laatste tijd steeds bewuster van word, is uh, uh, reageren vanuit. Uh, Liefde en wijsheid. En ik denk dat het mij goed lukt om uh, die liefde en wijsheid te combineren met uh, hardheid en kaders. En ik denk dat dan, hè, want liefde zonder kaders, uh, of liefde trouwens zonder hardheid, uh, ja, dat, 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 dat uh, lost op in het niks. Kaders zorgen voor, uh, voor, voor stroming, voor richting. Ja. Dus en ik denk dat ik daar uh, nog, nog veel beter in kan worden. En dat dat mij en ook de mensen waarmee ik werk uh, ontzettend veel kan gaan opleveren. Ja. De combinatie van die twee. Ja. En uh, heb je dat zelf moeten ontdekken? Of heeft iemand dat tegen je gezegd? Um, dat, dat fascineert me altijd. dan uh, iemand zegt iets en je denkt, ja, zal wel. En dan drie jaar later denk je, oh, die persoon had echt gelijk. Ja, zo, weet je wel. Maar dan... Ben je er blijkbaar nog niet klaar voor of zo? Of? Ja, nou ja, alle tegeltjes, wijsheden over, uh, over genieten van, uh, van vandaag, uh, die zijn waar. Alleen ook daar mis ik, dus weer, ik zie dus twee groepen. Ik mis vaak gewoon de, de polariteit. Hè? Dus, uh, ik zie dus alleen, je ziet mensen zich verliezen in één pol. Dus van nee, je moet, uh, je ziet er natuurlijk een grote groep heel efficiënt richting burn-out gaan, keihard werken. Uh, en je ziet een groep en die verliest zichzelf helemaal in het, in, het, in het Eckhart Tolle. De hele dag in het nu leven, wat, wat uh, fysiek gezien niet kan. Uh, en die zijn de hele dag aan het mediteren. En, uh, maar ja, die hebben bijvoorbeeld wel weer financiële krapte. Dus um, blij zijn met vandaag, tevreden zijn met vandaag. Uh, zorgen dat vandaag ook klopt. Dat je aandacht hebt voor je gezin, dat je aandacht hebt voor jezelf. Maar, dat je ook hard werkt vandaag. Maar ondertussen ook bezig zijn met groeien voor morgen. Dat is... Uh, uh, dat is het, het, de balans waar je elke dag weer opnieuw voor moet, uh, moet knokken. En voor mij is dat inderdaad. Natuurlijk is dat, je bent, balans is niet iets wat je kan vinden en dan heb je het. Nee, het is iets waar je dus, je bent continu uit balans. Net als dat een, een vliegtuig continu uit koers is en uh, continu bezig is met bijsturen. Zo is dat voor mij geweest en zo, zo zal dat altijd blijven. Zullen er de, zullen de periodes zijn waar ik iets te veel naar achterleun uh, en merk oeh, ik moet weer, uh, ik moet wat meer Step naar voren leunen. Ja. Ja. En er zijn periodes dat, ik aan dat mijn lichaam me vertelt, hey, die was te veel, dus ja, afgelopen week. Ja. Alleen wat mij dus, waar ik dus wel, ik, ik, ik uh, heb nooit een burn-out gehad en ik durf ook wel te stellen dat die niet gaat komen, doordat ik uh, en bewust ben. Dus ik trap in valkuilen, maar dan heb ik meteen door dat ik in een valkuil trap en dan stuur ik ook meteen bij. Hmm. Cool. Ben je ook wel eens vrienden kwijtgeraakt uh, along the way, zeg maar? Die jou, want dat hoor je natuurlijk ook veel ja. in de personal development hè, van mensen die je klein houden, laat ze achter. En ik denk dan dat, van, ja, oké, okay, maar vriendschap gaat ook over loyaliteit en, en onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dus hoe ga jij daarmee om? En nou, dan kom ik uit bij een van mijn, uh, van mijn tegeltjeswijsheden: alles kan, alles heeft een prijs. Uh, de wetenschap is er uitgesproken dat je je omgeving bent. Dus je kan gewoon kijken naar de, de mensen waar jij het meest mee hangt. En je kan uh, het gemiddelde inkomen van hun uitrekenen. Nou, dat is waarschijnlijk wat jij ook verdient. Je kan kijken naar hun vetpercentage. Nou, dat is waarschijnlijk uh, zit jouw vetpercentage <laughs> daar ook bij uh, in de buurt. Uh, Daarom ben ik uh, ook blij dat ik hier ben vandaag, Timor. Ja, <laughs> uh, goed, dat uh, is goed. <laughs> maar ook uh, uh, ja, uh, de mate van trouw in hun relaties, of die er wel of niet is, dat bepaalt uh, ook of jij dat uh, wel of niet bent. Dus je omgeving bepaalt alles, dus als jij, dus loyaliteit, alles kan, alles heeft een prijs, dus als jij loyaliteit uh, op nummer één zet, uh, dan ga je daar een prijs voor betalen. En het leven is een ruilhandel, dus je moet slim ruilen, dus misschien zeg je bij bepaalde vriendschappen, ik betaal die prijs ja. op het gebied van mijn inkomen, mijn vetpercentage, uh, mijn energie, omdat ik altijd, diegene die klaagt altijd, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, maar ik betaal die prijs omdat ik loyaal wil zijn aan, uh, aan diegene, ja. Maar wat wel echt zo is, is dat het eenzaam aan de top is. Dat geldt, voor, dat geldt letterlijk, hè, voor die hoogst moeilijke beklimbare bergen is het, is het, is het eenzaam aan, aan de top. Eh, maar dat geldt ook als je gaat kijken naar het uh, percentage mensen dat en zijn financiën op orde heeft, en zijn gezondheid op orde heeft, en zijn relaties op orde heeft. Maar dat ook echt eist van zichzelf, daar verantwoordelijkheid over pakt en daar keihard voor werkt. We nou, hebben het over misschien 0, nog wat procent van de, van de Nederlanders. Dus als jij daar naartoe begint te bewegen, dan, dan, dan gaat je dat zeker weten. Dan is de prijs die je daarvoor gaat betalen zijn zeker weten vriendschap. Hm. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel een lastige keuze dan hè. Kijk, ik, ik kom uit een bepaalde opvoeding zeg maar. En dan ging het heel erg over naaste liefde. Dus je moet eigenlijk altijd uh, jezelf opofferen. Hm -hmm. En dan, uh, dan is het antwoord dus van, ja, dan moet je voor die ander kiezen. Ja. Nou, als je jezelf opoffert, dan ben je, dan ben je dus alleen maar je eigen lichaam waard. Mm -hmm. Terwijl als je verschrikkelijk goed voor jezelf zorgt. Uh, dan heb je oneindig veel te bieden. Ja, en dat is overvloed. Ja, en dat is ook naast de liefde. Ja. Alleen op een, uh, op een ander niveau. Ja. Ik weet niet of het beter is, maar in ieder geval wel een ander niveau. Ja. Um, die retreats uh, die jullie doen, waar, waar, waar zijn die bijvoorbeeld? Want je noemde Frankrijk even, geloof ik. Spanje. Spanje? Nee, uh, operatie Doorbraak voor ZZP's, die doen we in, uh, over het algemeen in, uh, in Harderwijk, in de Veluwe. Hm. En uh, Operatie Mankracht, die is specifiek gericht op uh, mannelijke dga ceos die doen we in Spanje. Ja. En die voor bedrijven, uh, dat bepalen, uh, dat doen we in overleg. Ja. Uh, Nederland, Schotland of, uh, of Spanje. Ja, het cool. Ja. Wat uh, doe jij om jezelf te inspireren? Lezen? Veel? Heb je leestips, uh, groeivoer, zeg maar, wat uh, ondernemers, wat je echt aan kan raden? Ja, nou ja, nee, dat, 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 dat is te veel. Dus dat hangt er, hangt er vanaf uh, waar je mee bezig bent. Maar er is uh, zo ontzettend veel goeds, wat ik als een tip geef is, ga naar uh, amazon.com, toets daar het, het keyword in wat jij interessant vindt. Dus dat kan zijn leiderschap, dat kan zijn sales. Hm. Uh, zelfliefde, zelfvertrouwen. Uh, kijk welk boek uh, Vijf Sterren heeft. Uh, met heel veel recensies. Bestel dat boek uh, of Daardoor voor Bol.com. En laat dan uh, Amazon uh, zijn magie doen. Het, uh, de kunstmatige intelligentie. En geef en die geeft je over aan het ja. algoritme. Ja. En die gaat jou boeken geven. waar je zelf nooit op was gekomen. maar, van, maar die gewoon helemaal uh, matchen met uh, wat jij tof vindt. Mm. Ja, ja, ja. Maar sowieso zou ik zeggen. lees gewoon uh, tien minuutjes s ochtends, tien minuutjes s avonds. Als je dat zou doen, dan mm. lees je minstens, minstens één boek per maand. Ja. Oftewel, je stopt de kennis waar iemand tien jaar lang voor heeft ge, ge, gestudeerd, gewerkt, in valkuil ja. is getrapt. Die stop je in een maand in, je, in, in jou. Ja. Al wat levert je dat veel voordelen op? Uh, gesprekken met slimme mensen. Slimme mensen op, uh, opzoeken. Je daarmee uh, omringen. Inspirerend. Ja, als kan je ze wat mensen noemen? Voor mij is dat Ilko uh, Smit. Ik heb gisteren de hele middag met uh, Eddie Boom uh, gezeten. Van de Orden, Helden uh, en Orders ja, uh, podcast. Grappig. Verschrikkelijk intelligente vent. Uh, inmiddels vriend van mij geworden Richard Talet, Edwin Salai. Uh, al, beide oud-klanten van mij en inmiddels gewoon, uh, gewoon vrienden. Uh, ja, uh, mijn eigen mentoren verder naast Ilco, Bernd Mintjes, uh, Ron Immink. Stuk voor stuk uh, ontzettend inspirerende mannen. En wat een truc is die ik doe, is dat bijvoorbeeld de mastermind die in, uh, eind dit jaar gaat lopen, de eenheid en in januari uh, de winnende minderheid, twee verschillende masterminds. Ja, de sprekers die ik daarvoor boek. Ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk ook de sprekers waar ik zelf uh, ontzettend graag van wil leren. Denk aan uh, Remco Klaassen, mm -hmm. Paul Rulkens, wat minder bekend in het ondernemerswereldje... maar in het uh, multinational wereldje eigenlijk de grootste uit, uh, uit Nederland... op het gebied van uh, leiderschap en uh, persoonlijke effectiviteit. Allemaal uh, verschrikkelijk inspirerende mensen. Vet. Ik heb gehoord dat jij ook kan schaken. Ja. Maar uh, ik kan schaken. Maak je daar wel eens tijd voor? Uh, nou, het bijzondere is. Ik heb dat uh, vorige week uit mijn leven ge geschrapt. Ja. Hè? Ja. Waarom? Omdat uh, de prijs die ik betaalde voor het schaken. Uh, namelijk, uh, ja, wat zal het zijn? Twee, uh, twee uur per dag. Die uh, wilde ik niet meer betalen. Want wat, wat kunnen ondernemers leren van een schaker? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. De lange termijn denken. Dus. Uh, voor mij is een, een jaar lang wekelijks, dagelijks op Instagram posten, twee, drie keer per week op, op LinkedIn posten en wekelijks een, een blog of een uh, YouTube video posten, is echt, is echt niks, een jaar. Een jaar is niks. En uh, drie jaar is eventjes. En als je het een jaar zou doen, zou je bij de top 20% van, uh, van, de, uh, van jouw industrie zitten, gegarandeerd. Als zijn een jaar lang elke week, en je bent competent, ga ik even vanuit hè. Ja. En als je het drie jaar lang zou doen, dan zou je zou je bij de top 5% zitten. Dan, ben je gewoon, dan, dan ga je gevraagd worden voor keynotes en uh, dan ben je eigenlijk klaar. Dan zit je gewoon in de top van de van energie, de van je industrie. Dus lange termijn denken. En uh, het grotere geheel zien. Je niet focussen op, uh, op één stukje. Ja, je kan doorgaan met de metafoor. Ken je plek, ken je competentie. Dus uh, ben je een pion of ben je een dame of ben je een paard. Weet dat gewoon zelf kennis, weet je, wat is. Uh, een pion heeft, heeft volgens de theorie minder waarde dan, uh, dan de koning. Uh, maar er zijn uh, mensen die hebben met een schaakmat gewonnen door met een pion zetten. Dus, uh, en die pion die kan ook weer een. Die kan ook weer elk ander stuk worden. Dus de ja, de metaforen die houden niet op. En dan als laatste uh, ja, waar ik me over blijf verbazen, uh, is, is gewoon een gebrek aan strategie. Dat eigenlijk, sowieso is dat woord behoorlijk verkracht uh, de laatste jaren door de online uh, gekkies. Want wat sta jij eronder? Strategie is gewoon het antwoord op de vraag. Welke beslissingen heb jij genomen? En waar ga je op focussen? Waardoor je de komende honderd dagen tot duizend dagen uh, schaalbaar, duurzaam gaat groeien met je bedrijf. En dat heeft dus niks met marketing te maken. Marketing is één mini-knopje. Zou een mini-knopje van strategie kunnen zijn. Als ik gewoon vraag, wat is je strategisch thema van komend kwartaal? Geen antwoord. Wat zijn de drie prioriteiten? Wat is, wat is het kerncijfer? Kan je maar even grillen? Ja, nou, vertel maar. Wat is? We zitten nu in Q4 van, uh, van 2019. Wat was het doel van 2019 voor, uh, voor jouw bedrijf? Dus bijvoorbeeld als ik dan zou, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van, uh, nou mijn strategie wordt om een ketenpartnerrelatie op te bouwen met de KVK. En ik ga ervoor zorgen dat zij mijn boek weg gaan geven aan elke uh, nieuwe inschrijving, ja. bijvoorbeeld. Ik zeg maar, ik, 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 ik ja, verzin nu ja, ja, ja. wat. En uh, vervolgens zit daar een kaartje bij en met dat kaartje en die code of die link die op dat kaartje in dat boek zit, kunnen ze, uh, nou, ja. en, dan, en dan wordt de strategie, wordt dus niet per se het boek, maar wordt dan de, de samenwerking met de KVK, die ik weet niet hoeveel inschrijvingen per dag, per maand krijgt. Ja. En dat is strategisch denken. Ja. En dan vervolgens daaromheen komt marketing, komt branding, komt, uh, komt sales, komt van alles. Maar uh, ja, hoe gaan, we, hoe gaan we markt veroveren? Hoe gaan we... Ten eerste, wat wordt het strategisch thema? Voor jou is dat sales. Maar voor een groot miljoenenbedrijf zou het kunnen zijn: hoe gaan we de strategie worden om uh, het ziekteverzuim naar beneden te krijgen dit kwartaal? Of om de klanttevredenheid omhoog te krijgen. En daar ja. gaan we drie dingen voor uitkiezen... waar we middelgeloos op gaan focussen. Ja. Nou, ik geloof ook wel dat je meerdere strategieën... of zeg maar meerdere strategische thema's... tegelijk kan hebben. Dus eerst dacht ik altijd... je moet één ding doen. En dat, daar is veel voor te zeggen. Maar soms moeten ook werkprocessen... aangepakt worden tegelijkertijd. Mm -hmm. Iemand zei tegen mij van... ga het ook niet te veel dicht timmeren. Want misschien is het universum wel slimmer dan jij. En worden de wegen geopend, zeg maar... die je zelf niet gezien had... Nou, hoe, hoe zie jij dat? Hè? Dus als je zegt van ik heb een doel en uh, ik ga dat heel erg smart maken, mm -hmm. dan kan je het misschien juist ook weer zoveel af dat je je niet meer laat verrassen door iets wat op je pad komt. Ja, nou, uh, beide zijn belangrijk. Je moet openstaan voor, uh, voor het universum. Uh, waar ik zie dat het misgaat, is dat mensen niet kiezen en geen koers houden. Wat, wat je ziet gebeuren, is dat mensen die doen iets honderd uh, dagen en dan komt, er dus, uh, dan komt het universum met iets moois. En dan doen ze dat honderd dagen. En dan komt er weer iets anders. En dan doen ze dat honderd dagen. En zo komen ze dus nooit achter wat er was gebeurd als ze iets duizend dagen hadden gedaan. En ik denk dat je dus uh, niet alleen maar ja moet zeggen tegen het universum. Maar ik denk dat het universum jou ook kansen geeft om te testen of je ook nee kan zeggen. Kiezen heeft alles te maken met nee zeggen. Kan je gewoon koers houden. En uh, ik denk dat dat kan zonder dat je je oogkleppen opdoet. Dus dat je wel alles kan blijven zien. Maar dat je wel, ja, denk weer aan dat vliegtuig jongen. Wat zou er gebeuren als die naar, jij instapt naar New York? ...en dan halverwege uh, denkt hij, nou we gaan toch naar Moskou... ...en daarna nou, we gaan toch naar, uh, naar uh, nou, Rio. En uh, ja, op een gegeven moment is de brandstof op hè? en ben je nergens. Ja. Of je bent wel ergens, dat is het, alleen je bent nooit waar je wil zijn. Ja. Nee, ik ben ook niet tegen strategie, ik bedoel, dat zou heel raar zijn als ik, als ik dat tegen was. Uh, ik vind de verrassingen ook wel leuk. Ja, nou, qua, qua business ben ik dus van de school uh, kiezen. Ja. Kiezen. En, uh, en... je hebt dus schaken uit je leven gezet. Ja, dat Hoe, voelde keuze. Hoe voelde schaken zich toen? Schaken, ik denk dat schaken het niet zoveel uitmaakt. <laughs> uh, of misschien wel blij was dat die gozer die er niet zoveel van snapte. Uh, nee, nee, uh, doe ja. je zelf tekort. Uh, ja, nee, uh, nee schaken zal er niet zoveel last van gehad hebben. En ik moet ook zeggen, uh, maar ik, vo ik voel me er fantastisch bij mijn eigen product. De hoeveelheid yoga bijvoorbeeld, om er iets te noemen, die is dus nu met de 300% omhoog uh, geknald omdat de gaatjes uh, dat ik normaal zat te schaken. Maar dan ga ik nu pak ik even mijn yoga mat. Ja. Ik ben productiever en uh, ja, dus ik, ik ben er blij mee. Het was een prijs die ik uh, met, met, met liefde, met pijn en maar ook wel met liefde heb uh, betaald. Ja, wat ik ervoor heb gekregen, was de prijs meer dan waard. Mooi, mooi gezegd. Is er nog iets dat je wilt toevoegen waarvan je denkt: hé, hey, ik zit altijd uit te denken, wanneer gaat hij nou vragen? Nog één laatste toevoeging voor de, voor de ondernemers. Je hebt, je hebt eigenlijk maar drie dingen nodig in het leven als je wil krijgen wat je, wat je wil. En dat is, uh, je moet kiezen. Laat, laat ik nog een stap ervoor. doen. Je moet weten wat er allemaal is. Dus je moet helderheid creëren over jezelf, over wat je wil, over wie je bent. Vervolgens moet je kiezen. En vervolgens moet je een plan hebben voor de, voor de uitvoering. En dan, dan zeg ik elke dag een klein beetje, wint het altijd van af en toe heel veel dus ik begin vandaag, niet morgen, en doe vandaag een klein beetje. Um, volgens mij zei Bill Gates dat uh, wij mensen uh, overschatten wat we in een jaar voor elkaar kunnen krijgen. Oh, dat lukt me wel dit jaar. Uh, dat plannen we veel te veel, we hebben veel te hoge verwachtingen, ja. maar wij onderschatten verschrikkelijk wat we in tien jaar voor elkaar kunnen krijgen. En tien jaar zijn zo voorbij. Dus doe elke dag een klein beetje. Dat wint het altijd van af en toe heel veel op het gebied van je gezondheid, op het gebied van je business, op het gebied van je relatie. Uh, focus op vandaag. Dus zorg ook dat vandaag klopt. Trap ja. nooit in de als-dan-valkuil. Van uh, als dit af is, als de verhuizing achter de rug is... als dit project af is, dan ga ik... aandacht aan mijn gezin of aan mezelf uh, besteden. Super dom, hè? Nee, dat. doe het uh, heel menselijk, maar, uh, maar ja. doe het vandaag. Sowieso zou ik... Uh, vooral tegen de mannen, maar tegen, tegen, tegen elke Nederlander willen zeggen... regel nou gewoon je fucking shit. Doe nou wat je te doen hebt. En te, met in acht nemen wat ik net heb gezegd... Over, over goede zelfzorg. Maar regel het gewoon... Kop naar beneden en, uh, en werken. Gassen. En, gassen. gassen, gassen op die lol ja, en, en dan op vaste momenten kop omhoog en ontspannen. Ja. Uh, maar regel het, dan is het bizar wat je voor elkaar kan krijgen. Maar mijn hoofdboodschap is: uh, doe het nu, doe het vandaag. Ga ervoor, want uh, die dood die komt veel sneller uh, dan je denkt. En er is niks zo zuur als, uh, als sterven zonder dat je, jij jouw leven hebt geleefd. Daar bedoel ik niks zweverigs mee. Dus nogmaals, ik ben een groot prediker van, uh, van hard werken aan de juiste dingen. En het allerlaatste wat ik mee wil geven, omdat ik dat toch wel vaak missie geef, en dat is helemaal zuur. Het is gewoon niks zo zuur als keihard werken en bovenaan die berg komen en dan erachter komen dat het niet jouw berg was. Dus kap alsjeblieft met jagen op erkenning. Dat is toch wel de grootste. Indruk willen maken op andere goedkeuring van papa of van mama nog steeds op jagen. Of, uh, of die van de volgers op, uh, op Instagram. Zodra je dat is loslaat, zodra je die erkenning is loslaat, wat er dan aan verbinding, maar ook aan prestaties, duurzame prestaties, allemaal uh, mogelijk wordt, dat is, uh, dat is bizar. Vet. Tot slot, en dan gaan we echt op. Um, als mensen contact met jou willen, of klant willen worden, of uh, wat dan ook, wat uh, kan je aanraden? Uh, Tibor.nl. Uh, de website wijst, uh, wijst je op zich goed uh, de weg. Uh, volg me op Instagram, op LinkedIn en op YouTube. Uh, uh, ook in mate van, uh, van, uh, van diepgang. Instagram, LinkedIn, YouTube. Daar ga ik het meest uh, de, ja. de diepte in. Dus dat zijn de plekken. De website schrijf je in op de nieuwsbrief. En, uh, ja. en, uh, en op die kanalen uh, volg me. En uh, neem contact op en dan uh, kom ik altijd bij je terug. Super cool. Thanks. Tibor, dank voor je tijd. En, uh, heel veel liefde. We gaan nog heel veel uh, van je zien. Zeker weten. Dank Cool ja en dat uh, was hem weer. het gesprek met uh, Tibor ik ben benieuwd uh, wat jij daar aan inspiratie uitgehaald hebt en uh, ja misschien ontvang je zelf ook wel business coaching ik wel in ieder geval en uh, ja ik moet zeggen dat sinds ik ben gaan investeren in mijn eigen ontwikkeling mijn uh, bedrijf echt veel, veel harder is gaan groeien, meer winst gaan maken en uh, ja ik ik ben eigenlijk mijn tijd veel beter gaan besteden, dat vind ik de grootste winstpakker, om het even zo te noemen. Mocht je ook willen groeien, neem gerust even contact op of geef jouw beste groeitip aan ons door, dat kan natuurlijk ook. Dus dan draaien we het een keer om. Ik wens jou een hele fijne dag nog en graag tot een volgende keer. Goeie voor! Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl slash groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl slash groeivoer.